Goedenavond. 43% van de Nederlandse bevolking is voor de invoering van de doodstraf. Maar we hebben in Nederland allang weer een doodstraf. Dat zijn de wachtlijsten. Dit was er nog meer in het nieuws. Oké, vandaag doe ik het, maar morgen ben jij weer de Bob. Parkeerbeleid LPF werpt nu al vruchten af. Selectiecriteria conducteurs naar beneden bijgesteld. Stadswacht onder LPF krijgt meer bevoegdheden. Welkom bij Dit Was Het Nieuws. We zijn de afgelopen week een aantal keren gebeld. Waarvoor dank. Ik stel u voor aan de gasten van vanavond. Naast Raoul, een vrouw die dol is op testjes, dus maak je borst maar nat, Bridget Maasland. Naast Jan Jaap, het is bijna geen man meer, maar een gevoel, het is Fons de Poel. Obladi, oblada, de eerste ronde gaat in. Yeah. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag, waar gaat het over? Voor Jan Jaap en Fons. Hey. Demonstratie. Ach. Nee, Jan Maat, is hemelen, hè? Ik moet zeggen, als mens heeft hij ook geen indruk op mij gemaakt. Ja, hier gaat hij zo zitten. Ja, wijlen Hans Jan Maat is het inmiddels en hij... Ja, enorm verongelijkt ook altijd. Ja. En haastig. En dan komt hij aanlopen en dan zegt hij... wat gaat hij nu zeggen? Ruud de Gullit moet uit het Nederlands elftal. Hij is er niet mee eens. Ja, dan gaat hij weer. Ja. Nee. Hij zegt altijd alleen zijn naam, hè, voor die microfoon, volgens mij. Poging tot interview. Heb jij hem ooit geïnterviewd? Ja, maar een keer of vijf, denk ik. Hij was nooit afgemaakt. Hij liep altijd halverwege weg. En je hebt nooit aan jezelf getwijfeld? Dit is hem ook trouwens, hè? Dit is hem ook, zie je? Nee, maar Fons, jij bent dus vlakbij hem geweest. Hoe was dat? Nou, altijd verongelijkt, hè. Dus bij vraag 2 dan was het al afgelopen eigenlijk. Dus wat we hier zagen met die handjes voor de camera? Ja, nou, ik had hem geïnterviewd in de Kamer toen hij de Kamer uitgestemd werd. Dat was 4 jaar geleden. En toen liep hij halverwege weg. En toen besloten we een cameraploeg achter hem aan te sturen naar dat restaurant dat je zojuist zag. En daar duurde het. Dit was echt van jullie? Ja, dit was van de verkiezingsavond. Oh. Ja. En denk je dat Fortuyn dat nog afgekeken heeft, die truc? Nee, Fortuyn was natuurlijk heel goed op camera. Hè? Nou, een van de laatste weken had hij ook in zijn tuin een interview. Ging ook dat handje ervoor. En... Ja, ga maar koken en zo. Ja. Maar die was toch nooit echt kwaad? Dat was een beetje nichterig leuk. Oh, oké. Okay. Hij is natuurlijk wel ook... Ja, ik ga niet zeggen dat hij gelijk... Maar hij... Kijk, bij hem is helemaal niks uitgezocht. Er is toen toch een aanslag geweest bij zijn vrouw toen... Dat vond eigenlijk iedereen wel een beetje eigen schuld en een beetje lachen en zo. Nou, maar die jongens zijn wel opgepakt volgens mij, toch? Het was in een hotel op een dijk in Kedegem, ja. Dat werd in de fik gezet. En mevrouw Jan Maat, later mevrouw Jan Maat, sprong daar uit en verloor haar been. Maar er was inderdaad wel een sfeer maar van, nou ja, van, jammer dan. Gewoon wat erg. Nee. Zou je hem geïnterviewd hebben met je lijst 0? Met je lijst 0, ja. Je hebt er geen lijst op, Nino? Ja. Nou ja, als hij daadwerkelijk nog iets had betekend, dan hadden we het zeker wel gedaan. Ja, maar Jan Maat ook zou van beide kanten zoenen? Nou, Balkenende is natuurlijk wel echt een heel bijzonder persoon. Dat moet je ook niet bij iedereen doen, nee. Heb je die van beide kanten gezien? Dat was wel een verlangen, ja. Jezus, jij ja, exact, is je van beide kanten kant, gelijk ik over. Ik aan de andere kant. En, Jezus, moet ja. Het was ook een heel spannend moment, ook voor ons. We hadden het natuurlijk helemaal niet voorbereid. Dus het was wel een beetje zo'n kloppend hartje. En ik keek naar Katja en ik deed zo... En Katja, wij voelen elkaar heel goed aan. Dus Katja die ging gelijk liptuiten bovenop. En we gingen ook echt tegelijk. Maar het lullige was... Dat had ik dan weer. Dat Balki was een beetje geschrokken, dus die deed... Balki? Ja, Balki. Vernietigend voor die man dit, hè, wat jij nu zegt. Maar Balki. Ja, JV, die was een beetje geschrokken en die draait zo net zijn hoofd naar mij toe. Want die dacht dat ik een vraag ging stellen, dus... Dus jij gaat het komt... vallen! Met je tong? Nee, maar vol op zijn mond en zijn lip ging omhoog, dus ik had hem op zijn tand. Ja, ik heb bijna een beetje getonkt eigenlijk. Ja, ja. Jezus, je hebt gewoon met de nieuwe minister-president. Ja. Zijn tand heb jij gevoeld. Was het een lekkere tand? Ja, ik was er heel snel weer ervan af. Dus daar heb ik niet echt van genoten of zo. Maar ik vond het toch wel een speciaal moment achter. Heeft hij om je nummer gevraagd of zo?
Nou, hij stond perplex, echt. Hij riep alleen maar... Hier heb ik het voor gedaan. Zo. Ja, dat is heel schattig. Maar voelde je dat hij op... Want jullie zijn een mooie vrouw. Voelde je bij hem opwinding? Opwinding. Nou, niet echt voel, maar... Nee, maar... Ja, balk in zijn raam. Maar nee, maar voel je dat hij... Nee, hij was echt volledig de kluts kwijt. Dus dat, volgens mij was er... Als hij al weet wat opwinding echt met vrouwen met hem kan doen, dan was het... Dit was gewoon de eerste tong. Ja, dit was echt, hij was perplex gewoon. Dit had hij nog nooit meegemaakt, volgens mij. Kijk, want nu gaan mensen inschakelen. Die zien een film van Jan Maat, die gaan even chips halen en komen eens terug, hebben het over koken. En die mensen denken ook van, ja, wie is er nou dood eigenlijk? Ja, dat krijgen we nu wel. Ja, afgelopen zondag stierf Hans Jan Maat, leider van de Centrumpartij en de latere Centrum Democraten, na een jarenlange hartkwaal. Jan Maat werd 67 jaar. Hans-Jan Maat zat er gewoon 20 jaar naast. Hij riep al in 1980 dat Nederland vol was, terwijl we allemaal weten dat het nu pas zo is. Ik maak de laatste grap over Jan Maat. De volgende dag kreeg ik een envelop thuis bezorgd met een briefje erin. We hebben geen geld voor kogels, maar je snapt de bedoeling. Nog een filmpje. Hey, ga weg. Boze mensen zo te zien. Demonstratie. Een man met een megafoon die roept de doorloop. CNV, dat is een vakbeweging, een christelijke vakbeweging. Oh, oké, okay. Ja, het ziet er ook heel christelijk uit. Boeren, hè? Dat is een boer. Dat is een boer, ja. Pet en klompen, ja, zo simpel is het nou. En lelijke kleding. Dat is kaas, zo. Melk. Zo, hallo. Dat is melk. Heel nou, veel dat melk. Is toch zonde om dat allemaal op straat te gooien. Kijk nou. Ja, ik heb helemaal vertrouwen gehad. Wordt het weggegooid in de put. Waarom doen die boeren dat? Melkoverschot. Denk je? Het is maar één bus. Ja, maar... Ja. Kom op, zeg. En die mensen stonden allemaal te wachten op die ene kan melk. Oh nee, ik heb het weggegooid. Ik wou even zeggen, ik was zo blij toen ik die boeren zag. Want je weet, als een kwaaie boeren, één keer per jaar, zijn kwaaie boeren... En dan begint de zomer. Nou, dat hebben we nu gedaan. Dat is altijd, hè. Ze gaan mest op de straat gooien. Of weet ik wat, de hooivorken gooien. En nu was het melk. Ja, ik vond het... de boeren konden daar... Die kunnen niks meer kwijt, hè. Kijk, de varkens kunnen ze al niet kwijt. Of die zijn al kwijt. En dan heb je nu ook nog eens de melk kunnen ze niet wegbrengen. Ja, daarom lieten ze het weglopen. Maar ik heb gemerkt, de jookjeproductie... Er is niets meer aan de hand, toch? Maar het is heel lang houdbaar, hè? Is dat, ja, volgens mij, jij ben je ook een Jokie-fan? Oh, eindelijk. Dat is lekker, hè, Jokie? Welke vind jij de beste? Nou, ik ben altijd wel van de aardbei-smaak. Die is een beetje zoet, vind ik. Ja, vind ik wel lekker. Ja? Ja. Een banaan? Ja, vind ik ook lekker. Dan moet je een beetje in de namiddag meer. Banaan is zo zwaar. Drink je ook uit het pak? Nee, want ze zeggen, als je uit pakken drinkt, of uit flessen, dat je dan vreemd gaat. Weet je dat? Oh, echt? Ja, ik drink elke nacht uit pak. Ja. Nee, echt waar? Dat je dan vreemd gaat? Waarom dan? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het ooit speciaal onderzocht. Met Jokie? Nee, niet speciaal met Jokie. Dat maakt niet goed, uit. Als je uit een pak drinkt. Ja. En doe je dan ook als er nog een heel klein slokje is, dan neem je toch nog een kleiner slokje ervan. Dat je er nog een hebt? Nee, want anders dan moet die andere het weggooien. Okay. Want normaal is de regel, je woon je ook samen. Ja, volgende week. De regel is dat degene... Of vanaf volgende week. Ja. Nou, dan zal ik je nu wat vertellen. Kijk, de regel is... Degene van het laatste slokje moet het weggooien. Okay. Dus wat doe je dan? Het laatste slokje wordt steeds kleiner. Dus dan is er echt een gevecht van een week met zo'n klein slokje. Want de laatste moet het weggooien. Maar dan moet je dus wel een smaak hebben die je allebei lekker vindt. Want anders staat jou daar heel lang... Je hebt toch wel dezelfde smaak? Niet. Hoe lang ben je al met je vriend? Anderhalf jaar, iets langer. En wanneer dacht je, nu moeten we samen wonen? Oh, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Nee, dat is gewoon zo gegaan. We kwamen een heel mooi huis tegen. Toen zeiden we, nou, laten we dan gaan samenwonen. Wat was de schuld van het huis? Oh, ja, eigenlijk wel. Ben je zenuwachtig erover? Of, Nee, ik denk wel dat het goed gaat komen. Ja? Ja. We zaten bij de weggelopen melk. Stakers in de zuivelindustrie gingen niet akkoord met een loonsverhoging van 6,5%, terwijl ze 7% hadden geëist. Boze boeren die hun melk niet kwijt konden, dreigden daarop met acties. Vroeger gingen boeren met de trekker de weg blokkeren. Maar nu alles altijd overal vaststaat, heeft dat ook geen zin meer. Sommige mensen houden van warme melk met een vel. Hans Breukhoven ook. Die is er zelfs mee getrouwd.
Voor Raoul en Bridget nog één filmpje. Ja, dat is natuurlijk de WK. Hè. Dat hebben we dat slim gedaan. Hè. Wij zijn daar niet naartoe. Wij zijn helemaal fit voor het nieuwe seizoen. Wij gaan alle Champions League en alle finales winnen. Dit is Frankrijk. Hoeveel ploegen zijn dit nu? Dit is Denemarken en Frankrijk. Frankrijk uitgeschakeld. Alle grote landen zijn. Er zijn geen grote landen meer. Vroeger zeiden er zijn geen kleine landen. Er zijn geen grote landen. Er zijn geen grootjes meer. Ja, maar het is ook een haantje. Dus het is nooit echt een groot land geweest, wat dat betreft. Nee, maar we zijn nu al bij Argentinië. Oh ja, die hebben we ook uitgeschakeld. En gisteren Zuid-Korea heeft ook nog eens even Portugal eruit geflikkerd. Het is schitterend. Gisteren, ja. Was gisteren. Gisteren. Maar die man, en deze heb ik echt 100 keer op tv gezien. Want ik kijk heel vaak naar die herhalingen van hem. En dan zie je steeds, bepaalde mensen val je dan op. Nee, dit is de WK voetbal. En ja, mooier kan het niet zijn. Alle landen, alle slechte landen gaan door. Dus wij kunnen zeggen, ja, maar van die landen hadden we ook gewonnen. En Ierland wordt waarschijnlijk wereldkampioen. Nou, dan hebben wij dus verloren van de WK-kampioen. Dus ja, het is... Je bent geen voetbalfan. Ik sluit me hier echt volledig bij. Maar kijk je af en toe op voetbal? Ik weet echt helemaal niks. Ik weet alleen dat België er nog in zit. Dat hoorde ik gisterochtend toevallig. En verder weet ik echt... Hoe krijg je zo'n bericht? Toevallig hallo, België zit er nog in. Dan ga je, ja, oké, dan kan ik niet meer bij. Nee, hoe? En jij gaat volgende week samen... Dat is een raar detail, wat jij weet. Hoe weet jij zoiets? Ik weet niet wel, Belgische vrienden. Nee, maar ik zocht gewoon het nieuws. Toen hoorde ik toevallig net bij het sport dat België er nog in zat. Toen dacht ik, nou ja, dat is wel echt nieuwswaarde. Ik begreep het niet zo goed waarom dat nou zo bijzonder was. Maar waarschijnlijk omdat ze dat nooit halen of er nooit... Maar jouw vriend, vindt die voetbal dan leuk? Ja, die vindt voetbal wel leuk, ja. Die en hebben jullie al goede deals over gemaakt? Want het is ochtends, hè? Wat gebeurt er nou ochtends? Oh, hij kijkt op zijn werk, volgens mij. Ah, dus om 8:30 is hij al weg? Ja, hij is tegenwoordig wel heel vroeg weg, ja. Ja? Drinkt hij ook wat meer jokie? Ja, ik heb ook. Ik ben echt een voetbalfan, maar ik begin nu pas een beetje voor te interesseren. Want al die grote landen gaan, het is echt leuk. Ja. Het is nog nooit gebeurd. Soms dan krijg je Turkije, Senegal of zo, dat de finale is. Oef. Nee, maar dat is leuk. Het zijn leuke landen. Senegal speelt leuk. Turkije speelt ook best wel leuk. Dan worden mensen kwaad dat ze feest gaan vieren. Dat vind ik ook zo. Dan wint Turkije, dan gaan Turken feest vieren. Dan gaan mensen weer zeiken, ja, dat mag niet. Nee, je moet voor Nederland feest gaan vieren. Waarom mogen ze geen feest vieren? Nou, dat hoort er niet, want ze wonen in Nederland. Oh, Turken die hier wonen? Ja. Oh. Dat is flauw. Ja, die hebben toch niks te doen, dus gaan feest vieren. Ja, maar het is super spannend. Fons, ik ben voor Zuid-Korea. Nee, dat ben je alleen maar omdat Guus Hiddink... Ja, natuurlijk. Ik ben voor... Ja. Hoe noemen ze hem? Vurige vuist, heet hij daar. Vurige vuist? Ja, vanwege... Gadverdamme. Ja. Ga door, Fons. En voetbal. Hij juicht zo, hè, als er een doelpunt gevallen is. Heb je dan zo? Ah, dat is waar, ja. En dat stadion veert ook echt op als er... want je hebt daar zo'n videowall. En daar verschijnt soms dat beeld van die Hiddink. En dat vinden die Koreanen mooier dan dat doelpunt wat gevallen is. Hè? Waar? Vurige vuist. Maar als je zo doet na een doelpunt, heet je dan vliegend oor? Ja. Je kijkt alle wedstrijden en zo? Nou, ik vind het heel bijzonder, want ik ben normaal heel fanatiek, hè. Dus als Nederland meedoet, ja, sorry. Oranje dingetje op je tenen. Nou, dan wind ik me echt op over de herstellende grote teen van Edgar Davids. En vraag ik me af of mevrouw Stam nog voor de kwartfinale zal bevallen of niet, hè. Dat soort dingen. Dus helemaal in. Mooi, dat we helemaal, dat we jaren terug moeten om over voetbal te kunnen praten. Ja. Ja, precies. Maar nu, mijn voetbalhart, dat klopt heel gemoedelijk eigenlijk. Hè? Het is ook een raar tijdstip, 8:30 's ochtends. Ja, dus je ligt nog bij het krieken van de dag te kijken naar Duitsland, Saoedi-Arabië 8-0. Zou ik mij vroeger toch behoorlijk over opwinden, vanuit de kansberekening dat ze ook weer tegen ons zouden gaan spelen. Maar nu denk ik, en zeg ik ook tegen de vogeltjes in de tuin, Duitsland heeft gewonnen met 8-0. Nou, dat kan die vogeltje ook geen moer schelen. Ja, maar je moet ochtends dan knuffelen met je vrouw. Oh, dat heb ik dan al lang gedaan. Echt waar? Ja. Duurt dat zo kort? Nee, ik ben er heel vroeg bij. Heel vroeg? Ja. Echt waar? Ja, wil je het allemaal weten? Nou ja, je zit nu toch naast me. Ja. Hoe laat zij dan op, zoals je hier bent? Nou, ik ben een man van korte nacht. Ik ga laat naar bed en ik sta vroeg op. Dus het kan wel zijn dat ik een uur of 6-7 wakker word zo. En dan begint hij al aan je te zitten. Dan denk je terecht, zo de mitro. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat de laatste keer jij inderdaad een rare reactie had. Ja. Ik zei het niet, hè? Ben jij altijd degene die begint? Ja, Jan mag er ook wel eens beginnen. Ja, maar niet om 6:00 's ochtends. Nee? Niet omdat hij toevallig laat naar bed gaat en vroeg opstaat. Dat ik daar dan... Maar heb jij dan al een lijstje met tijden ingediend? Ja, dat weet ik.
Ik denk dat jouw laatste... Nee, maar dit is wel een verschil. Mijn man mag me best om 6 uur 's ochtends wakker maken. Maar ik dacht dat Fons mij dan 's ochtends om 6 uur wakker maken. Nee, er lopen nu wel een paar dingen door elkaar. Ja. Ja, maar ik vind het ook een beetje hypocriet met het hele voetbal. Dat mannen dan zeggen, ja, destijds met Jaap Stam zijn vrouw moest bevallen. En dan leefden we helemaal mee. En als hij niet aan het voetballen is, weet iemand niet eens dat die man een kind krijgt. Nee, maar dat is ook verder niet relevant. Het is pas relevant als je moet voetballen. Ja, ja. Waarom? Je wilt toch niet nadenken over het kind van Jaap Stam? Nee, maar überhaupt niet. Maar waarom ga je dat dan wel doen? Omdat een bevalling zijn deelname aan de kwartfinales. Ja, dan moet je namelijk weg. Mannen zijn echt zo egoïstisch. Het is ongelooflijk. Nou, je hebt toch een week om erover na te denken. Ja. Nee, maar anders zou hij misschien niet meevoetballen. Ja, maar dan denk ik toch alleen maar je eigen belang. Dat je eigen club gaat scoren. En het is toch ook leuk om normaal te weten. Hoe moet je dan aanbieden dat ik in plaats van Jaap Stam bij die bevalling ben? Nou, dat kan. Nou, mevrouw Stam is geloof ik wel bevallen, maar toen is Jaap langs de kant van het veld gehecht. Zoiets was het, hè? En hebben we toen verloren? Ja, we hebben gewonnen. Ja. Nou. Hij was uitgescheurd, ja. Ja, dat was toch een beroemd beeld bij de vorige wereldkampioenschap. Dit is echt treurig, hè? We zitten echt gewoon over 2 jaar geleden. Ja, minstens, ja. Nee, je hebt gelijk, maar dit is echt... Ja, we zijn er weer bij in 2004. Dat hoor je nu in alle reclamespotjes en dat komt wel goed. Maar niet meer met Jaap Stam waarschijnlijk. Nee, zit daar Robin van Persie. Ja, die is goed, hoor. En dat soort mannetjes. Ja, die heeft 2 goede schijnbewegingen gemaakt bij Feyenoord. Nou, dus 2 meer dan de rest. Ja. Hoewel ze bij de boekmakers veruit favoriet waren, zijn zowel Frankrijk als Argentinië uitgeschakeld in het WK voetbal. Ik zeg altijd maar, beter met opgeven hoofd thuis blijven dan zo afgaan. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten dat de rust na de uitschakeling van Argentinië op Paleis Noordeinde is teruggekeerd. De rijen zijn gesloten, aldus een opgeluchte koningin Beatrix. We staan weer als 1 man achter Duitsland. De stand na de eerste ronde, het is gelijk, maar niet hetzelfde. Een 4 en een andere 4. Dode punten knip je eruit, zo niet de tussenronde. Beide teams krijgen een foto en daar moet een onderschrift bij. Aan het eind van het programma krijgen wij te horen wat ze hebben bedacht. Voor Raoul en Bridget. En voor Jan-Jaap en Fons. Hey. Als minister Borst in het postkantoor snel in de kortste rij gaat staan, bluffen we onszelf de tweede ronde in. Opvallende koppen uit de krant met de vraag, welk bericht stond hieronder? Voor Jan-Jaap en Fons. Amerikanen nog niet op het strand. Ja, dit is het. De oorlogsverklaring. Invasiemacht, Amerikaanse invasiemacht. We kunnen aangevallen worden vanaf 1 juli. Ja. Want dan gaat er hier iets werken in Nederland waar de Amerikanen niet blij mee zijn. Ja, dat is het strafhof, het internationaal strafhof. En als dat bijvoorbeeld een Amerikaanse oorlogsmisdadiger zou oppakken, dan houden de Amerikanen zich vermoedelijk het recht voor om de man met alle middelen te bevrijden. Dan is het fuck Osama, we gaan naar Nederland. Ja, toch? Ja, dan dat wordt gewoon een Scheveningen stel ik mij zo voor. Ja, ik denk dat we gewoon dat ze via de zee komen dan, op Scheveningen. Ja, schandiger dan Zuid-Limburg. Als we dan gewoon allemaal Duitsers op het strand leggen, want die zijn er toch. Dan denken ze dat ze in Duitsland zitten. Ik vind het echt een beetje zielig hoe dan gaat de minister zeggen, het is een schande. Dan moet kijk, die Bush die gaat elke keer, als er problemen zijn voor zijn regering, bedenkt hij weer iets nieuws, waardoor ze daar niet over de problemen praten. Maar dit is toch gewoon een grap. Stel nou echt, het zou toch fantastisch zijn, zou je het niet leuk vinden, als de Amerikanen komen? Nee. Dan komt er zo'n bataljon. Ja, het is wel even leuk misschien, maar Amerikanen zijn echt gek. Ja, maar hoe bedoel je? Nou, die hebben een soort van grootheidswaanzin en... Ja, maar Nederland aanvallen is toch geen grootheidswaanzin? Nee, maar ze vinden zichzelf. Het is toch wel wat er echt gebeurt. Het is toch echt... Ze hoeven niet meer veel te komen. Ja, maar dat doen ze dan dus wel. Nou, dan, stel, oké, dan komen ze met heel veel. Dan landen ze op Schiphol. Ja. Maar zwaaien, ja! Ah, nou, mijn ballonnen voor ze en zo. Ja, maar stel maar, dat is toch gewoon lachen? Ze gaan niet met ons vechten. Er zitten dan een paar militairen in Scheveningen of in Den Haag. Ja. Dan gaan ze gaan niet, daar moet je toch ook niet tegen gaan verzetten. Stel nou, ik zou het fantastisch vinden. Wie komen er dan na die Amerikanen? Dan komen de Russen en de Afghanen en iedereen komt dan terug. Dat is goed voor het toerisme, man. Ja.
De Amerikaanse Senaat heeft vorige week een wetsontwerp aangenomen dat militair ingrijpen in Nederland mogelijk maakt. Geweld zou kunnen worden gebruikt om eventuele Amerikaanse gevangenen van het internationale strafhof dat per 1 juli aanstaande in Nederland wordt gevestigd, te bevrijden. Frank de Graaf heeft meteen een verzoek gestuurd aan Bush of hij bij een eventuele invasie alleen de buitenwijken van Rotterdam zou willen platgooien. De rest is pas nieuw, al dus de bewindsman. Voor Raoul en Bridget, applaus voor frauderecord. Ja. Iedereen roept altijd die besodemieten. Elke dag staan er dingen in de krant. En dat betekent dat er heel veel dingen zijn die niet in de krant staan. Die zijn nog niet ontdekt. Van mensen die gewoon de boel belazen. Iedereen loopt de boel te belazen. Als ze even de mogelijkheid krijgen, belazen ze de boel. Maar alleen de mensen die zo zeiken, zijn de mensen die nog geen mogelijkheid hebben gezien om de boel te belazen. Maar iedereen belazen de boel. Iedereen probeert de belasting zo te tillen en declaraties zo. En, mensen zijn ook altijd trots, hè? Als ze fraude plegen of iets, dan willen ze dat heel graag vertellen. En dat nekt ze altijd. Want die ander gaat het dan ook weer vertellen. Mensen zijn altijd een soort van, heeft gehoord, ik heb dus 3 miljoen meer. Weet je wel? Dus ja. Zeker mannen natuurlijk weer onder elkaar vinden dat toch een soort van lekker gevoel. Oh, zeker mannen, serieus. Maar doen vrouwen dat niet? Nee, ik denk dat vrouwen wat dat betreft toch wat geniepiger kunnen zijn. Jullie stelen weer meer bij de ethos, hè? Tuurlijk. Maar dan hebben we daar wel wat aan. Heb jij wel eens wat gestolen bij de ethos? Ik heb vroeger wel gestolen bij de ethos, ja. Wat voor dingetjes? Lippenstiften. Lippenstift? Ja, en mascara's. En, Deze deed gewoon heel snel allemaal op je lip? Je kunt hele dikke negellippen naar buiten lopen. La, 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 la. Nee, maar hoe doe je dat? Liet je dat in je... Ja, in je mouw vallen. Ja. Echt waar? En was gewoon je tas open. Nee, het waren altijd kleine dingetjes. Ja, ja, maar voor de kick al voor, of had je het echt dan nodig? Nee, want op een gegeven moment had ik 6 dezelfde lippenstift. Ik had het niet nodig. Maar dus ben je ook gaan ruilen of niet? Ja, om mijn ding op schoolplein. Ik heb de verkeerde gejat. Kan ik. Ik ga altijd in de snoepwinkel, dan heb ik altijd die lepels mee. Dat vinden ze veel erg. Ja, dan doe je eigenlijk weer goed werk. Dat, ja, vind ik, dat, ja, dat was moeilijk bij de HEMA. Daar had je van die glazen, van die plastic bakken. Maar die hadden zo'n gat aan de kant van de verkoper. Ja. Dus dan stuurde ik altijd eerst een team vooruit die blol draaide. En dan kon ik met mijn hand in de nootjes. Want dat gat moet aan de goede kant zitten. En ik nam altijd happen uit dingen. Weet je dat nog? Ik ging naar een bak en nam ik heel snel een hap uit alles. Uit alles? Ja, uit alles. Ja, nou, ik heb wel eens ook bij de ethos ook. Daar ligt er zo'n bakje met dropjes. En neem ik wel eens 3. Applaus voor frauderecord. Dat is in een gemeente ergens in Nederland geweest waar iemand, ik geloof, een kleine 30 jaar de sociale dienst heeft belazerd. En daar had hij vermoedelijk ene sociaal rechercheur wel heel veel waardering voor. Hè? Dat is het. Applaus voor iemand die 30 jaar de sociale dienst heeft belazerd. Hmm. Ja. De sociale recherche van Venlo deed vorige week een inval bij een stel in Blerik dat al sinds 1974 had verzwegen dat ze samenwonen. Al die tijd hebben ze ten onrechte een dubbele uitkering gekregen en gehandeld in van alles en nog wat. In de buurt genieten de fraudeurs respect. De ambtenaren zijn gewoon te lui om er iets tegen te doen, al dus buurtgenoten. Sinds 1974, dat is inderdaad een lange tijd. Maar ik heb mijn bronnen en ik weet dat dat niet lang meer het record zal blijven. Tegen mijn bovenbuurman zou ik willen zeggen, Aziz, nog 2 jaar. En ik zeg niks. De stand naar de tweede ronde. Het team van Jan Jaap hoort er al bijna bij. Maar het team van Raoul dreigt te verzanden in de illegaliteit. 7-4. De derde ronde. 4 foto's op een rij. 1 hoort daar niet bij. Oftewel, wie is de SP'er met gevoel voor traditie op de herdenking van Jan Maat? 4 pijlers onder de beschaving. De NCRV. Wim Kok. Siska Dresselhuis. En dit was het nieuws. Jezus, wat is er met Wim Kok, zeg? Die Siska Dresselhuis. Is die ziek? Ik heb er niet erg recent gesproken, maar ik denk het niet. Dan is ze heel lelijk. Ja. Als Albert van Linden dit hoort. Dat is ook een loser, zeg. Daar gaat het niet over hebben. Jezus, Mina zeg. Het is moeilijk bij die Siska Dresselhuis. Welke kant je... Wat is boven en onder, hè?
Nee, ik vind het echt een leuk mens, hoor. Hey. Ja. Wie zou er niet bij horen? Nou, Wim Kok, die heeft misschien... Ik vind deze foto zo raar. Hij heeft een soort incognito-reis gemaakt net, hè? Nou, ja. Srebrenica. Ja. Want het moest heel erg in het geniep. Dan zou je zeggen, wacht dan even tot je geen premier meer bent en ga dan als je echt heen wil. Maar dat vinden mensen mooi, hè? Toch mooi dat hij daar naartoe gaat, hè? Hij heeft ook gezegd, ja, ik kom nog terug, hè? Dat is een beetje Arnold Schwarzenegger. Nee, dit gaat over excuses. Ja. Siska Dresselhuis die heeft in het blad ook zij heeft ze een advertentie met een blote vrouw geplaatst. Of niet bewust, maar daar heeft ze haar excuses voor moeten aanbieden aan haar doelgroep. Nou, de NCV die heeft een documentaire gemaakt over incest. Ja. En dat bleek helemaal geen incest te zijn, het was gewoon lekker. En daar moeten ook excuses voor worden gemaakt. En wij hebben jij, Harm Meedens. Hij heeft een grap gemaakt over een chimpansee die ook een kamerlid schijnt te lijken. En en dan moet jij je excuus voor aanbieden, vindt onze doelgroep. Ja. En Wim Kok die is dus inderdaad naar Srebrenica gestuurd, maar die is niet gestuurd met een missie om zijn excuses aan te bieden. Maar die Siska Drissa, dat is inderdaad heel raar. Dat is een advertentie voor een Mercedes, dat heb ik gelezen. Ja, klopt. En daar zit dan een vrouw op. Wat dan? Ja. En dan gaat ze excuus aanbieden. Maar waarom ga je dat hebt gelezen, waarom wist je dat nou net niet? Nou, ik wist niet dat de link met die andere wist ik niet. Maar waarom ga je in een vrouwenblad een advertentie van een Mercedes plaatsen? Zodat ze dat aan hun man kunnen laten zien. Komt deze voor mij? Ja. Nee, maar je kijkt toch als man wel eens in. Kijk jij nooit? Ik kijk ook altijd achter. Ik blader ook wel door de FIFA zo. Echt waar? Kijk jij nooit in de FIFA? Ben je een FIFA-vrouwtje? Ik lees wel eens de FIFA, ja, maar de opzij lees ik niet. Nee? Oh. Waarom niet? Volgens mij is dat überhaupt niet te lezen en ik ben de doelgroep ook niet. Je bent geen vrouw? Wat lees je wel? Wat is nou echt jouw blad? Ik vind, als het om dat soort bladen gaat, vind ik de Avant-Garde wel een leuk blad. Mm. Ja, moet je eens proberen. Ja. En de privé en zo lees je ook allemaal? Om te kijken of je erin staat? Nee, niet altijd. Maar als ik erin sta, dan lees ik het wel even. Ja. Hoe weet je dat dan? Want dan moet je erin lezen. Ja, meestal wel mijn moeder dan. Want die leest het wel? Ja. En die is altijd blij ermee, of niet? Nee. Ze belde gisteren op dat ik in een blad stond. Dat toen ik werd ontmaagd, heeft mijn moeder een heel groot feest voor mij gegeven. Dat is wel, ja. Terwijl ze huilend in de kelder zat. Maar het was wel een lekker feest. Ja, het feest moet nog komen. Dat vind ik dan wel jammer, weet je wel. Laat het dan waar zijn. Dan had ik er ook nog want iets je bent gehad. Er niet om. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat is een beetje een laffe manier dat wij er nu over moeten gaan praten. Nee. Kijk, jij hebt vorige week die grap gemaakt, maar ja. jij hebt je verder niet over gehad, hè? Nee. Want wij vonden het meteen een misselijke grap. Ja. Nou, dat vind ik serieus wel mooi, dat je praat altijd over mensen. Ja. Maar je realiseert je nooit dat die mensen ook bestaan. In dit geval was dat helemaal zo, want ik had nog nooit van die vrouw gehoord. Maar dat is heel vaak, je weet dat niet. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een keer Prins Bernhard, toen hij in het ziekenhuis lag. Toen stond er in de Telegraaf, stond Prins Bernhard heeft vanochtend weer de krant gelezen. Maar wat niemand zich realiseert, is Prins Bernhard zelf bestaat. Dus die leest in de krant. Prins Bernhard heeft vanochtend de krant gelezen. En dan kom je in een andere tijdzone. Dat is raar, want dat denk je nooit bij na, dat die mensen bestaan. Ja, dat is fascinerend, ja. Ja, dat vind ik echt raar. Ja. Je praat over mensen, denk nou, ik, maar Siska Dresselhuis, dat kan er niet bestaan. Maar ja... Ja, maar ik bedoel, maar Vanessa had ik bijvoorbeeld, die zit nu te kijken. En die denkt nu echt van, ja, Siska heeft mijn gezicht gejat. Ja. Siska lijkt me zo'n ding dat als je het omduwt, gaat zo, plop, gaat er omhoog. Nee, dat is niet leuk. Zij vond dat hoofddoekjes, ja. dat er geen mensen mochten werken bij haar met hoofddoekjes. Ja, dat vond ik heel gek toen weer. Ja, vond ik raar. Ik denk, nou, als iemand een hoofddoekje nodig heeft... Nou, dat is niet leuk, hè. Vond, leef je nog? Ja, warm, ik vind, hè? Het nooit zo leuk als er grappen worden gemaakt over het uiterlijk van mensen. Ja, vind je dat fout? Ja, dat vind ik fout, ja. Ja, ik ben op zich... Maar vind je het? Siska Dresselhuis, dat is toch... Aan de ene kant, ik vind dat niet hoort, maar aan de andere kant...
Als je met elkaar zit, met je gewoon jongens vooral. Het is weer een jongensdingetje. Mm-hmm. Ja. Maar nee, ik denk dat vrouwen het eigenlijk ook wel doen. Je praat toch zo over mensen? Praat jij nooit met, als jij met vrouwen, dan zeg je... je oh, dat is die mannen praten. Ja. Nou ja, ze heeft inderdaad wel een grote mond. Zie je? Zo makkelijk is dat nou, Fons. Het gevoel van de... Ja, maar dat vind ik wel moeilijk daarvan. Nou, het is wel goed dat ze oren heeft. Dan komt er aan die mond toch nog een eind, zal ik maar zeggen. Eigenlijk vind ik het niet netjes om daar grappen over te maken. En het haar, wat vind je van de haar? Oh, is dat haar? Ja, het is toch maar leuk. Het is wel een hele leuke... Heb je haar wel eens ontmoet? Nee, nou misschien wel, maar het is eigenlijk... Mijn moeder wordt heel kwaad. Mijn moeder is denk ik het eerste abonnee van het blad. Jongen, jongen. Het is namelijk wel een leuke vrouw. Ja? Ja. Ze heeft wel een zeker... Ze is van binnen, hè? Heel diep van binnen. Ja, ze is van binnen heel leuk. Ze moeten dus gewoon omklappen. Oh, wat erg. Jullie hebben het erin gedaan dat wij ons excuus gingen aanbieden. En nou is het nog veel erger geworden. Nee, maar nu zitten we maandag weer in RTL Boulevard. Die Albert Villinden, die is lelijk, zeg. Nou, dat vind ik dan wel meegaan. Nee, het was al helemaal goed. De NCRV, Siska Dresselhuis en Dit Was Het Nieuws hebben deze week hun excuses aangeboden. Wim Kok reisde onverwacht af naar Srebrenica, maar niet om zijn excuus aan te bieden. Kijk, als Siska zelf naakt in de opzij gaat staan, dan moet ze de excuses aanbieden. En nou denkt u misschien, deze grap is wel erg ten koste van Siska. Weet je wat, bieden we toch volgende week gewoon weer onze excuses aan. We hebben nou de smaak te pakken. Dus. Voor beide nog eentje. Vier mannen die een eigen kalender verdienen. Mick Jagger. Abdullah Hazelhoef. Harry Mulisch. En Steven Spielberg. Wie weet mag het zeggen. Ah, het is wel jammer, hè? Die Hazelhoef, dat was de enige... Ja, een beetje knuffel-imam die we hadden. Oh. Dat was een leuke man. Ja, maar hij is toch geen imam? Nee, dat is weer het probleem. Hij is geen imam. Hij is een beetje verklede man eigenlijk. Verklede man? Ja. Nee, maar elke imam schijnt, als je ergens spreekt of zo, dan ben je toch gewoon een imam. Het is dus jij bent nu een imam? Nou, ik weet niet of de moslims blij zijn als ik een imam ben. Maar ik zou zeggen, dood aan die Joden. Albert krijgt het heel druk maandag. Extra editie. Ja, hij heeft niet de opleiding gedaan of zoiets. Hij is niet gerechtigd zich imam te noemen, maar ik citeer nu moslims. Ah, oké, dan moet je er maar uitkijken. Maar hij is nu toch ik begreep dat hij zijn functie heeft neergelegd. Hij heeft gezegd, ik wil niet meer. Mm-hmm. Want hij is niet raar genoeg, denk ik, hè. Nee, want die andere iemand, die hebben net geroepen, je mag je vrouw slaan, maar niet te hard. Dat vind ik zo lief. Het is echt zo van, ja, natuurlijk. Je wil wel eens een beuk geven, maar niet zo hard. Ik vind dat wel lief. Mensen worden wel kwaad erom, maar ik vind het wel iets aardigs. En wanneer sla je te hard als ze niet meer beweegt, of zo? Nee, ze hebben gezegd, ze hebben dat toch opgenomen bij dat programma? Dat is niet bij Nova. Bij Nova. Ja. Ja, je mag niet zo slaan dat ze blauwe plekken hebben. Ja, is echt, ja, het is... Nou ja, je moet wel criteria aanleggen. Ja. Maar wel altijd naar het oosten slaan, hè? Albert zit er met een kladblok, hè? Ah, ik kan niet schrijven. Nee, het is volgens mij, het heeft met titels te maken. Ah. Want imam Hazelhoef, die heeft zijn titel dus ingeleverd. Ja. Ja. Steven Spielberg, die heeft zijn titel alsnog gekregen. Ja. En oké, goed. Ja. En Mick Jagger, die zou Sir worden. Maar ze hebben gezegd van, nou ja, rock'n'roll en Sir past het wel helemaal, weet je wel. Dus volgens mij heeft hij dan gezegd van, nou joh, laat maar zitten. Dus die heeft
Die heeft dan ook zijn titel zeg maar, ingeleverd, alhoewel die hem niet echt gekregen heeft. En volgens mij is Mulis heeft ooit een lintje aangeboden gekregen, maar dat heeft hij geweigerd. Oh, ja. Wie hoort er dan niet bij? En dan hoort Steven Spielberg er niet bij, omdat hij hem alsnog wel krijgt. Wel slim hoor. Dit is, wel slim. Het is anders. Daar, trouwens, maar had ik wel eens verteld van Mick Jagger dat ik hem had ontmoet? Nee. Nou, dat is echt een goed verhaal. Nee, ik was een keer in een café in Amsterdam, Landtree. Dat is dicht, dus dat mag je nu zeggen. Ja. Ik kom er binnen en ik zie Mick Jagger zitten. Maar alle, ik doe net als alle Nederlanders, doe net alles heel normaal. Dus ik ga gewoon zitten, hij wat drinken. Na een kwartier ging hij weer weg. Toen komt de barman komt naar me toe en zegt hij, hier heb je van mij een gratis vodka lime. Ik zeg, dat drink ik altijd. Ik zeg, waarom? Ik zeg, nou, ik heb zojuist de grootste blunder uit mijn leven gemaakt. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, nou, er zit hier een man aan de bar. En die zegt tegen mij, weet je wel wie er in dit café zit? En die barman zegt, ja, gauw heertje. Die hem bediende, maar die lucht helemaal niet op hem. Die kijkt helemaal naar mij. Maar, Je blunder van dus je daarom wordt hij een goede vriend van mij. Harry Mulis heeft ook net een titel gehad. Ja. Maar is ook een beetje eendagsprofessor of zo. Jagger, Spielberg en Mulis hebben deze week een titel gekregen. Mick Jagger werd Sir. Spielberg studeerde na jaren eindelijk af en werd Bachelor of Arts. En Harry Mulis werd door Café Felix en Sophie in Amsterdam uitgeroepen tot dokter. En Abdullah Hazelhoef die wil zichzelf geen imam meer noemen. Toen ik jong was, zag ik die ene film van Spielberg. Daar heb ik 10 jaar lang het water niet ingedurfd. Ik was bang dat E.T. me dan zou aanvallen. De eindstand van vandaag. Een iMode voor het team van Raoul. En een echt leuk vaderdag cadeau voor het team van Jan-Jaap. Het is 5-8. Met dank aan de gasten naast Raoul, Bridget Maasland. En naast Jan-Jaap, Fons de Poel. Zoals Kok zei toen hij terugkwam uit Bosnië, gelukkig hebben we dit keer de foto's nog. De foto van het team van Raoul. Ja. Herman Brood gereïncarneerd als junkie? Of Herman Brood eindelijk geland? En de foto van het team van Jan-Jaap? Ja, dat is Frank de Graaf. Die zegt tegen die jongen waarschijnlijk... Als ik te hard knijp, moet je het maar zeggen, hoor, vriend. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van Dit Was Het Nieuws van deze week, maar niet voordat we hebben gekeken naar... Gerard Joling verrast publiek met spontaan openluchtconcert. Nieuwe secretaresse LPF, Pim zou het zo gewild hebben. Broertjes de Boer ontevreden over beeld bij Madame Tussaud. Tunnelgravers missen Nederlandse bank op een haar na. Dit was het nieuws. Goedenavond.